cadeautje vandaag krijgen, jongen. Dat is hem, ja. Ga je mij even kiezen? Ik heb ineens bij een rol, hoe komt dat? Nummer 1, ga je dus even kiezen. Ja, daar heb ik je net weer. Deze? Ja, 1. 1? Nee, oh wacht even, dat is nummer 2. Nummer 2? Ja, anders krijg je inzet. Ja. Goed zo. Ik hoor mij haast niet, hè? Kan dat ik mij haast niet hoor? Ja, dat klopt wel. Hoor je pas als je wat zegt? Hoe kan het nou dat ik niet wacht? Dat is de verkeerde dat ik hier zit. Deze? Ja, deze. Nou, dat moet nummer 2 zijn, hè, Bob? Ja. Zo goed. Alleen meen je er een akkoord aan doen. Oh, ja. Dat is ook goed. Ik zat daar naar te kijken. Ik zat even te kijken. Wat zou ik van zeggen? Het is een aankondiging hoor, dat is de tune. Ja. Wat je nou hoort. Een hele goede morgen. De Omroep Rijswijk. Wij zitten op de 105.9 FM en dan op de 92.9 FM. En hartelijk welkom bij Muziekboeket met Bob van Uwet. De techniek doet Henk van Es en Dennis Simonis is hier ook. En onze aller Wim van de Soort is ook aanwezig om ons een klein beetje bij te staan. U kunt bellen voor verzoekjes. Het telefoonnummer 070-396-0808. 396-0808. En heeft u problemen met de ontvangst buiten Rijswijk in de etenfrequentie op de 105.9 FM? Laat het ons wel even weten. Dan zullen er zeer zeker mensen zijn die u helpen met het instellen van uw radioontvanger. Dan heb ik nog een speciale mededeling, want ik wil toch nog wel even een dank gaan zeggen naar het bestuur van en collega's van Omroep Rijswijk. Want wij vanuit Den Haag, ja, wij zijn hier, hebben we de mogelijkheden gekregen om dan hier in Rijswijk uw verzoekplaatprogramma te brengen. Wij wensen u heel fijn luisteren, want we zijn er tot 11 uur. Tot, ik zei het al, tot 11 uur. 12 uur. 12 uur. 12 uur. 12 uur. Oh ja. Wat? Ja, nee hoor, ik zei 11 uur, maar het is tot 12 uur, wat worden we toch weer verwend. Ja. We gaan het eerste verzoekje, de bewoners van de Bieslandhof in Delft, namens de heer Wazer. Dan heb ik de familie Popping in Den Haag, Cor en Mia in Den Haag, voor de bewoners van de Zonnehoek. En dan heb ik een heel gezellig plaatje, want we beginnen wel een klein beetje wild hoor. De Palmeger Spatsen, het is weer harmonica tijd. Je moet gewoon de microfoon bezetten. Ja, natuurlijk. Ja. Hoor je mij? Dat is gefeliciteerd mij. Hoor jij die telefoon dan? Hoor ik hem hier niet dan? Nee, ik kan ook hier, hoor. Dus je komt de deurstelling heen. Ja, maar dat vind ik niet erg. Nee. Daar heb ik geen bezwaar. Ja, sommige mensen wel. Dat was de gimmick van de radio. Ga mij de volgende een cd van je. Ik krijg je geen vijfje. Hier. Welk nummer? Dat is 1. Hé? 1. Telefoon. Om nog vrij te. Ja, je spreekt op mijn Bob. Hallo. Hallo met Pieter Hooy. Oh, Piet Olen, nou ook het. Ja. Nee. Dankjewel en veel luisterplezier hoor. Mantelvaring volgende week. Die staat op de lijst. Oké, okay, bye. Zo, hè? 1, hè? 1, ja. Dat is maar weer een halve bellen, hè. Ja, hij heeft de PB staat uit. Hij heeft daar de dingen uitgezet. De middelste heeft hij gedrukt. Oh, die PB moet erin, zegt hij. Is dat zo? Staat hij nou niet aan? Zo. Ja, jij drukt namelijk automatisch één van die drie in. Dat zal je de onderste moeten indrukken. Wat, hè? De onderste? De onderste twee. Jij drukt namelijk één van die drie in. En het is één van de twee. Ja, je kan beter even erbij blijven. Ja. Is dat mogelijk, Wim? Jawel. En de zonde moet ik wel opzetten natuurlijk, hè? Ja. Kan ik nou die koptelefoon aflaten zonder dat die over... Ja, want dat gaat toch uit. Hij gaat automatisch uit. Dat hij niet meer gaat opzetten, hoor je hier geen muziek meer namelijk.
Dan ga ik even hartelijk welkom heten ook de Haagse Ziekenomroep, SOWA, want die zijn ook aangesloten, dat hebben we afgesproken met de voorzitter van de SOWA. Aangesloten zijn de Rode Kruis Ziekenhuizen in Den Haag, Huizen op de Laan, Huizen Schildershoekhuizen, Amatishoes, Tishorst, ja, Huizen de Eshoeven, Huizen Ombij, Houtwijk, Rivierenbuurt, Frederikswest en Jonker Frans. Heel hartelijk welkom bij Muziekboeket met Bob van Duet. Mariette Waagmans heeft net gebeld uit Den Haag. Ontvang ons prima. Heel hartelijk bedankt. En straks een gezellig plaatje. Ook Piet Ole, die heeft ook gebeld. Heel hartelijk bedankt voor het belletje. We gaan naar mevrouw de Chatier in Rijswijk. In Huizen Steenvoorde. Dan heb ik hier speciaal voor Marie Sik in Den Haag. Namens mevrouw de Chatier. Binnenkort komt er een nieuwe album uit van Ad van Opstal. Dat is de bekende zanger uit het Maasland. En hij zal dan hierheen komen naar de studio om dan even hun, ja, zijn nieuwe cd te promoten hier. En we hebben nu eentje. En die is heel mooi. Die ga ik ook draaien voor de bewoners van Woonzorg Nederland. Zo staat hier namens de heer Hinvelaar. Voor u Ad van Opstal, rozen te veel om olie te tellen. Volgende week een leuk gezellig Duits plaatje. Doei! Doei! En leuk! Dat lijkt me zo leuk als je zo in de auto zit. Hè? Want we zijn natuurlijk nu ook in de auto te ontvangen. En dan heb je zo'n lekker pindatje in je mond. En je hebt een gebit. En dan gaat hij onder je gebit zitten. Dat lijkt me niet zo lekker. Oh, een spijker in Den Haag. Die zit er al heel lang klaar voor. Want dat weet ik. Heel hartelijk bedankt voor de bloemen hoor. En dan de familie Dobbelsteen natuurlijk ook. Een hele mooie van Gerard Joling. Die vind ik ook zo mooi. Toe solo. Dat is mijn lievelingsplaat. Ja! Wie bent? Henri Karel! Leuk, hè? Attentie! Liever, ik ga volgende keer een ander plaatje draaien. Nou ja, voor het niet, want ik moet even de plaat aankondigen hoor. En nog een blikje. Blijf jij even hangen, hè? En nog een blikje. Nou, dat kan ik u verzekeren hoor. Geluk is niet te koop. Dat heb ik aan mezelf ondervonden en dat is ook zo. Marco van Dijk in Zoetermeer. De ontvangst is goed daar nog. En ik hoop dat jullie blijven luisteren. Dan gaat ook een, even kijken, Eveline de Ruiter en Rudy Harteveld in Zoetermeer. En dan mevrouw Weber in Den Haag luistert vast en zeker ook. En dan de familie Talen uit Naaldwijk hebben gebeld. Ontvangst is goed voor u, Frans Bauer. Heb je even van mij? Ja. Nee, dat is een beetje wat ik zeg. Kijk, hij komt na de Indische vraag. Ja, hè? Hartstikke leuk. Elke dag aan de zee. Voor Mia en al haar vrienden. Attentie, Bob. Probeer het nog even, hè? En dan hoor ik het nog wel. Dan. Lies de Lelie in Den Haag. En ik wens je heel veel sterkte, hoor. Want hier komt Antonio. Duizend nachten, duizend dromen. Nou, de laatste. Hoi. Loopt goed? Ja, goed. Jezus. Lekker goed. Vanaf, meneer? Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur loopt je telefoon. Ja, dit is zelfs weer. Je krijgt iets leuks, want het is weer niet wat je moet toch maar op de vallen. Ja, dit zelf hoor. Ja. Wat moet ik worden? Er is geen tv, anders zien we niet. Wat moet ik worden? Beste jongen, wat zei je? Welk hartje? Twee. Twee, hè? Van Bauer, hè? Of, Oh, wacht even. Nee. Echt is deze toch, hè? Zonnestralen? Ja, dan moet je 13. Jou vergeet ik niet. 13. Jou vergeet ik niet. Ik zal zo gauw mogelijk ruimte maken voor je.
achter je. Je hebt een stoel. Alleen één keg heb ik hier, hè? Dat zijn wij zeven. 13. Ja, daar moet je op letten, hè? Ja, nee, ik kan het hier ook. Oh, sorry, ja. Ik had even hier in de gaten zetten. Ja, dat is niet echt. Dat is niet echt. Ja, nee, als je hebt hier ook heel belangrijk, hè? Ja, ja. Deze gaat niet. Dan de tune, dan moet je maar wegdraaien, dan de tune, hè? Nee. Ja, ja. Ik heb hem nog, ik zet hem nog niet in de tune. 58, Mars. Maar dat komt wel goed. En ik zou zeggen, bedankt voor de vele, vele, vele telefoontjes. Speciaal voor u, Marianne Weber. Jou vergeet ik niet. Je moet ineens wegdraaien, delen. Ja, we gaan het aan. We zijn wel nog professioneel, hoor. Ja, toch, hè? Dit was slim. Ik heb een hart. Nee, maar dat moet ook. Nee, de groene. De groene. Sorry, nog een keer. Nog een keer de groene indrukken. Nee, nog een keer de groene. Je hebt hem gestart. Nou, doet hij het wel. Nog een keer, Henk. Nog een keertje. Je pb'tje. Dank u. Nou, is je pb'tje goed. Ik ga hem opstarten. Ja? Oké, die tune bij tot aan het eind draaien. Ja, de tijd gaat heel hard. Hè? Dit is alweer haast 12 uur. En van 9 tot 12 iedere zaterdag. Dit was het dan. Dank voor de vele reacties en verzoekjes. Muziekboeket wordt herhaald de maandag van 10 tot 12. In de ochtend natuurlijk. Hè. En u kunt dan niet bellen. Dat kunt u alleen maar op de zaterdag van 9 tot 12 voor verzoekjes. Henk van Hes, Dennis Simons, bedankt voor de techniek. En ik wens u nog een hele fijne luisteruurtjes toe bij Omroep Rijswijk. Alle zieken en alleenstaande sterkte en beterschap. Liefst van deze kant, getekend Bob van Uwet. Dag.